Ja, ze hebben hier dus een kaartje aan de sluis. Maar het heet hier wel echt blokzeilen, hoor. Laten we het daar vooral op houden. Ik ga beginnen met twee gasten aan tafel. Dat zijn Mirjam Slomp en Ed Scholing van de Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland. Mirjam, ik ga met jou beginnen. Wat doen jullie als stichting? De Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland die is verantwoordelijk voor de exploitatie van de havens in de gemeente Steenwijkerland in het Nationaal Park Werribbewiede. En Blokzijl is een van de havens van de stichting. En daarnaast hebben we nog in Giethoorn en in Vollenhoven en in Steenwijk en in Driewegsluis havens. Dan zijn jullie volgens mij in een gelukkige positie, want heel veel mensen willen hier graag varen, recreëren. Ja, het Nationaal Park is natuurlijk sowieso een heel mooi gebied om te varen. Het is hier heel waterrijk. En Blokzijl heeft een prachtige haven met pittoreske huizen eromheen. Een flinke historie, dus dat is leuk om te varen. Wat is die historie precies van deze haven hier? Nou, Blokzijl is van oorsprong een havenstadje dat aan de Zuiderzee lag. Dat is ook een handelsstad. En dat kun je ook echt nog zien aan de panden die sterk doen denken aan de panden in Amsterdam vanuit het verleden. We staan hier aan de rand van een kolk, heb ik me laten vertellen. Ja, dat is de havenkolk. En hier komen, het is nu een passantenhaven, dus hier komen het hele jaar door watersporters die hier aanleggen en in het gebied gaan recreëren. Nou staan we op dit moment zeg maar een beetje nog aan de rand van het seizoen. Het is bijna afgelopen. Het ligt nu nog behoorlijk vol. Is dat lastig om dat zeg maar een beetje te continueren, dat je continu een stroom aan schepen hebt? Ja, nou ja, watersport en waterrecreatie heeft natuurlijk wel echt een seizoen in Nederland. Want helaas hebben we in Nederland geen constant watersportweer. Dus het begint meestal in april en dan juli en augustus. Dat zijn echt de meest drukke maanden. Vorige week lag het hier nog helemaal vol. Maar dit weekend is Midden-Nederland weer aan de slag gegaan. Dus het neemt nu iets af en dan gaat het door tot eind september. En dan oktober is echt het laatste maand dat de watersport aanwezig is. Wel eens geprobeerd om dat seizoen een beetje op te lengen of om het drukker te maken? Of moet je gewoon blij zijn met wat je hebt? Nou, wij doen natuurlijk met z'n allen in dit hele gebied, ook met alle toeristisch-recreatieve ondernemers, ons best om dit gebied, om het seizoen te verlengen. Maar waterrecreatie, daar moet je ook wel een beetje bij neerleggen dat dat zich nu in Nederland nu eenmaal tussen april en oktober afspeelt. En dat betekent dus ook hele drukke tijden voor de havenmeester. Ed Scholing, dat ben jij hier in deze mooie plaats. Drukke weken gehad? Ik heb sinds half juli is het echt helemaal vol. We hadden in het voorseizoen ongeveer 50 bootjes maximaal. Maar in het hoogseizoen hebben we nog rond de 80 boten. Dan is het echt wel vol, ja. Ja, een volle bak hier in de haven. En daar moet jij dan als beginnend havenmeester maar je weg in zien te vinden. Ja, dat klopt. Ik ben een beetje voor de leeuwen gegooid. Maar ik denk dat ik het goed gedaan heb. Dus het was een kwestie van een beetje met de mensen. Eens even kijken wat willen ze precies. En je hebt natuurlijk je standaard verhaal. Dus op zich is het niet zo heel moeilijk. En het zijn allemaal mensen die in een goede stemming zijn. Ja, wat doet een havenmeester precies? Nou ja, het voornaamste is toezicht houden op de haven. En natuurlijk ook zorgen dat de havengelden binnenkomen. Oké, dat is met 80 bootjes zoals vandaag wel weer een leuke cent die dan binnenkomt voor de gemeente. Ja, nou ja, goed, het kost natuurlijk ook veel geld. Dus er komt wel geld binnen, maar er gaat ook heel veel geld uit. Oké, wat mij vandaag opviel is dat er weliswaar behoorlijk wat bootjes lagen, maar er was weinig, beweging. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Het was vandaag natuurlijk niet zo geweldig weer. De mensen die er liggen, die blijven liggen. En van de boten die vandaag binnengekomen zijn, is het ongeveer de helft mensen die blijven liggen en de helft nieuw. Oké, en kun je dan ook een beetje inschatten, kan me voorstellen, misschien contact met andere havenmeesters elders in deze regio. Van jongens, morgen krijg ik dat op me af, want ja, mensen zijn kuddedieren. Als ze eenmaal gaan varen, gaan ze allemaal achter elkaar aan waarschijnlijk. Ja, nou als het mooi weer is natuurlijk wel, want dan volgt iedereen de route zo'n beetje en dan gaan ze van haven naar haven. Maar met dit weer is er geen pijl op te trekken. Kijk, Blokzijl is natuurlijk een dorpje, of een stad, ik moet stad zeggen, is natuurlijk een stad waar gewoon wat leuk is om te liggen. We hebben een van de mooiste havenkolken, dus wat dat betreft liggen ze hier graag. En dat willen we graag zo houden. Dus. Oké, jij gaat daar lekker mee door. Zoals gezegd, nu nog lekker gevuld. Wij hebben nog een week zomertour. Hoe gaat het hier de komende week eruit zien? Gaat het inderdaad aflopen? Is het een beetje gebeurd? Ja, als ik dan kijk dat we vorige week nog 80 boten hadden en dat nu toch wel minder wordt, dan denk ik dat het in rap tempo naar beneden gaat. Ja. Oké, dat betekent in ieder geval dat er op het water geen chaos gaat ontstaan. Dank jullie voor de bijdrage.